Oh, hier. Zou hier een kocheltje kunnen zitten? In de Waddenzee, daar stroomt eigenlijk het water 2 keer per dag in. Er komt heel veel voedsel mee. En dat geeft een rijkdom. Dat is de kraamkamer van alle vis op de Noordzee, die ons over de eeuwen de rijkdom heeft gebracht, die we nu hebben. Onder water, je ziet het eigenlijk niet, maar er zit er zoveel biomassa, zoveel leven, dat is eigenlijk dat er meer energie wordt geproduceerd per vierkante meter dan in een regenwoud. En ook met klimaatverandering, als de zeespiegel stijgt en de bodem gaat hier ook nog omlaag door gaswinning en zoutwinning, ja dan kan de Knoet zijn kokkeltje niet meer vinden. Kan hem niet meer vinden of hij krijgt steeds korter momenten eigenlijk, hè, omdat het water dan sneller weer terugkeert om aan voldoende voedsel. Ja. Zo hangt alles samen, hè? Het luistert heel erg nauw. Ja. Dus een centimetertje klinkt als niet zoveel, maar voor vogels is dat, bepaalt dat alles. Het is natuurlijk wel een heel kwetsbaar gebied. Dus daarom zijn we als D66 gewoon heel erg zuinig erop. Om te zien waar je het dan in het abstracte beleid en in het debat over hebt, is gewoon heel erg goed. Dit is een strandgaper met zijn hele lange buis. Je kan die er ook niet helemaal intrekken. Dus daarom noemen ze hem gaper, omdat de schelpen niet heel mooi op elkaar slaan. Okay. En in die buis, die gaat naar boven toe, dus naar het oppervlakte. En in de buis zit een kanaaltje wat het water aanzuigt. En in de schelp wordt het gefilterd. En daar wordt hij er weer uitgepompt. Om te zien hoe rijk de natuur is, om te horen hoe de mensen erover praten, dat maakt het werk eigenlijk veel rijker. En daardoor kan ik ook de belangen van de natuur en de belangen van de mensen hier veel beter verwoorden in Den Haag. Dit is goed voor het klimaat. Hier is de kraamkamer van de Noordzee. En het is ook gewoon Nederland. Dat is toch geweldig?